Een felle brand heeft in de haven van Liverpool het Canadese passagiersschip Empress of Canada volkomen vernield. De ruim 20.000 ton metende oceaanstomer werd in de Britse haven opgekalefaterd toen plotseling brand uitbrak, vermoedelijk in de scheepsapotheek. Het vuur verspreidde zich snel over de drie dekken. De brandweer spoot zonder ophouden grote hoeveelheden water in het schip, dat ten gevolge daarvan tenslotte kapseisde. Meer dan 200 brandweerlieden streden met alle mogelijke middelen een verloren strijd. De Empress of Canada, waarvan een der pijpen tegen de kademuur verpletterd werd, was het derde schip in één week tijd waarop in de haven van Liverpool door onbekende oorzaak brand uitbrak. Het schip was voor drie reizen volgeboekt met passagiers uit Amerika en Canada die de kroningsfeesten in Engeland wilden bijwonen en die nu maar moeten zien of ze een andere gelegenheid vinden om de oceaan over te steken. Het bergen van het wrak zou minstens een jaar in beslag nemen en een miljoen gulden kosten.